Ik heb heel lang als wetenschapper geen standpunt ingenomen. Maar de laatste jaren is er zoveel bewijs gevonden eigenlijk voor negatieve effecten van een late zonsopkomst en late slaap en slechte slaapkwaliteit. Dat ik, mijn mening is dat we zoveel mogelijk zonlicht moeten hebben. Dat betekent eigenlijk dat we permanent de tijd moeten hebben die we nu in de winter hebben. Ik denk dat het een terechte discussie is of we zomer- of wintertijd moeten houden. Ik denk dat wij hebben heel duidelijke seizoenen in Nederland. We hebben al een tijd dat het in de zomer langer licht wordt en in de winter korter licht. Dus die seizoensvariatie die hebben we al. We zitten heel ver naar het westen in de tijdzone. Dat betekent dat bij ons relatief de zon al heel laat opkomt en laat ondergaat. Daar kunnen we al wat meer moeite mee hebben. Je ziet dat mensen al naar gelang je verder naar het westen in de tijdzone komt, steeds later gaan slapen. Wij slapen als Nederlanders al heel laat. Vooral de mensen die van zichzelf een heel late slaper zijn, de late chronotypes, de avondmensen, die hebben moeite om ineens een uur eerder op te staan. Want dat is eigenlijk alles wat de zomertijd is. Het is niet anders dan dat we ons horloge verzetten en dat we en masse met z'n allen ineens een uur eerder op moeten. Kinderen en dieren zijn niet in de war. Die leven veel meer naar hun eigen biologische klok. Maar wij maken alles in de war doordat wij ons horloge verzetten. Het is een beetje een moeilijke opgave wat de Europese Unie nu oplegt. Inderdaad is de opdracht van zomer-wintertijd wisseling afschaffen. Beslissen of je de tijd van de zomer of de tijd van de winter wilt houden. Maar wel allemaal hetzelfde doen. En ik weet niet, als een paar grote landen gaan beslissen wat het moet worden, of wij als kleinere landen nog wat voor het zeggen hebben. We hebben het nu specifiek over zomer-wintertijd. Maar het zou nog mooier zijn als we daar nog flexibeler mee om zouden gaan. Er zijn veel heel grote, echt biologisch individuele verschillen tussen mensen. En je zou met flexibele werktijden bijvoorbeeld al veel meer kunnen bereiken, ook in het kader van gezondheid.